ook weer de ballen. We zijn er. Mama, een bad. Voor de mensen die denken, waarom ben je zo enthousiast over een bad? Ik heb geen bad. Ik hou van baden. Huh? Oké, terug naar de video. Nice! We zijn bij de eerste vintage winkel. Ik had deze trouwens via jullie. Oeh. Nice. Jongens, kijk wat ik vind. Vet mooie leren jas. Voor maar €22. Dus ik ga hem even passen. Wow. Ik ben echt van lachen. Kijk. Huh? Oh mijn god. Ja. Hij is echt prachtig. Als hij mee hier was, dan had ze hem sowieso genomen. Ik vind het dus best wel leuk. Deze kleur is wel heftig, hè? Hij heeft zo'n mooi kroonik. We zijn net uit de vintage winkel. En I love it. Echt. Kijkers op Instagram hadden het getipt en I love it. En er is dus nog een Think Twice, een tweede, dus daar gaan we ook hier nog heen. En ik heb mijn leren jas en ik zoek die leren jas echt al weet ik veel hoe lang. En hij is gewoon perfect, helemaal perfect voor maar €22. Ik ben echt shook. Naar de volgende. Mama en ik vinden net dit. Allemaal planten in een hal. Oh my god, overal planten. Oh, oh, oh. Kijk, voor €2,05. Echt goedkoop. Zo cute. Oh my god, hoe mooi is deze? Ik heb echt nog nooit zo'n plant gezien. Deze gaat mee. We zijn onderweg naar de tweede kring of naar de tweede vintage winkel. Nou, we vinden op de weg een andere vintage winkel. Dus we gaan. Zijn vriendin gaat trouwen. En ik dacht, wie weet dat ik hier gewoon een hele leuke dress voor de bruiloft vind. Deze is echt mooi. Dat zie je wel echt. Het is wel echt heel duur hier. €80. Ja. Het is echt heel vintage. Kijk die hoeden. Het is ook heel duur. Echt heel duur. Daar zijn we weer, maar dan een andere. Deze is ook groot. Ik zie net deze. Ja, hij is niet zo geel als op de camera, maar like. Nou, ik zit in een pashoekje. Ik heb deze. Deze trui. Vond ik super mooi. Vet mooie kwaliteit. Dit is een cool bordje. Dit is blouse. En ik heb natuurlijk echt iets verkeerds aan. Want ik heb natuurlijk een jurk aan. Dus dit is zonder broek eventjes, maar. Nu deze trui aan. Oh mijn god. I love it. Echt, die stof is ook vet zacht. En hier zit wel dan een. Dit moet je dus even voorstellen met een broek. Want dat gaat natuurlijk niet zo. Maar oh, hij is zo mooi. Ik had ook nog deze blazer gevonden. Alleen, hij is wel echt een beetje te groot. Kijk. Maar ik vond hem wel mooi. Alleen de trui.
heb mijn camera anders ingesteld. Zo zie je de kleur veel beter. Ik denk dat ik hem wel ga nemen. Ook al is hij 15 euro. Zo lekker zacht. Echt zo'n leuke buurt. Love. Oh mijn god. Ramen shop. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Mam en ik hebben besloten om warm te eten. En we zijn bij Kipkot. Kipkot. Maar het ruikt zo lekker. En het zag er zo lekker uit op het bord. Dus, oh. Ja, ja, ja. Ik ga voor de 1/4 poulet, maman. Avec deux accompagnements. Homemade iced tea. Nou, hier. Oh my god, dit ziet er geweldig uit. We lopen nu naar Doc's Caviar. Dus thanks. Ernet? Ja, Ernet, is het hier? Het is wel vintage, maar dit is het niet. We zijn er. Fat American. Love dit. Wow. Heel cool. Flamingo. Het is echt een hele coole winkel. En kijk, ze hebben hier alles bijvoorbeeld op Disney en zo. Kijk hoe grappig. Alles is gesorteerd. Ik ga deze Levi's passen. En hij is zeg maar zo wide. Zo'n flared leg. Maar hij ziet er echt zo mooi uit. Gaat gewoon passen. Ik hou zelf van high waist, maar let's try. Sorry voor het mega lelijke lift, maar dit is de broek. Maar ik hou dus niet van low waist. Kijk. Verder past hij wel echt super mooi. Zo jammer. Ik weet niet waar we zijn beland, maar ze hebben hier overal papier op de muur. Ja, het geeft een effectje. Kijk hoe mooi. Ik heb ook deze twee petjes. 18. Wauw. Weet dat een meezoon hoekje heeft? Ik moet echt aan wennen. Wat vinden jullie? Aanpassen. Deze staat wel echt al beter. Maar je moet echt wel een hoofd hiervoor hebben. Volgens mij niet echt. Hij is heel nice. Maar het past niet met mijn jurk. Dus het is een beetje gek. Het is wel heel mooi. I love it. Dit staat gewoon. Bloedheet. Deze jas is 35 euro. En eigenlijk wil ik hem. Maar hij is wel een beetje te chic voor mij. Maar ik kan bezorgen. Hoe langer ik er naar kijk, hoe leuker ik het vind. Oh my god, I love it. Ik ga deze ook nemen. Dit was de winkel waar we net in waren. En het zag eruit als best wel een dure winkel. Maar uiteindelijk viel het echt super mee. Ik heb die twee petjes gekocht voor 12 euro samen. En mijn moeder heeft echt ook een super mooie broek gevonden, zoals je ziet. En die was ook maar 11. Dus dit is echt een aanrader. We gaan nu naar de volgende, naar Melting Pot. En ik was hier wel eens een keer geweest, maar dit is een ander filiaal. Dus I'm excited. Daar is het. Echt heel groot. En het is dus per kilo. 15 euro per kilo. Wow. Ik weet niet of je het ziet, maar het is zo druk. Het is vet stressend. Ik vind net deze. Maar hij is wel heel dun. Maar ik weet niet hoeveel die dan kost. Maar ja, ik heb helemaal niet nodig zo'n jas, hè. Mam, zeg alsjeblieft dat ik het niet nodig heb. Ze hebben bankjes gemaakt van Levi's broeken. Wat is dit, mensen? What the fuck? Cute.
a hug in a mug. En ik heb een eclair au café. Hi. We zijn terug in het hotel. We slapen in een hotel, echt vet nice. En de reden waarom we... Mam, ik film geschreven. De reden waarom we hier zijn is omdat ik voor mijn verjaardag... Nee, jawel. Voor mijn verjaardag heeft mama als cadeautje een cabaretvoorstelling van een van mijn favoriete cabaretiers, Franse cabaretiers, gekocht. En daar gaan we dus vanavond heen. En hij heet Kev Adams en... Oh god, ik heb er zoveel zin in. Dat is eigenlijk heel de reden dat we naar Brussel zijn. Dankjewel mama. Deze jurk is van de Mango. Rimpie van de Monkey. De Martens. Een vintage tas. Een dorpje in mijn mond. Parce que ce soir on était à Bruxelles! Het is dus zondag en eigenlijk is alles dicht hier in Brussel, bijna alles. Of gaat pas laat open. Dus mam en ik hebben besloten om naar een vlooimarkt te gaan. Die 10 minuten rijden is, dus daar gaan we nu heen. Een beetje spontaan. En als het niks is gaan we waarschijnlijk lekker naar huis. Het is à droite. Let's go. Oh ja, tijd voor ijskoffie. We're tired. Ijslatte met amandelmelk. Yes, yes, yes. Hallo mensen. De vlooimarkt ging niet door, want we vonden geen parkeerplek. Dus... we gaan nu naar huis rijden. En dit was de video voor vandaag. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond. En ik zal hieronder in de beschrijving alle namen van de vintage winkels neerzetten. Zodat je het nog eventjes kunt checken. Als je deze video leuk vond, wil dan zeker een blauw duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. En laat ook even achter waar ik de volgende keer heen moet gaan. Let me know. Bye guys. Mwah.